Meteor en Margot, die eerste show ging goed, hè? Ja, het ging verrassend goed, ja. Ik ben een beetje geschrokken van de jury. De feedback van de jury was heel goed. Ze waren heel enthousiast, dus ik was aangenaam verrast. Ja. Hoe is dat voor jou? Want je bent er niet gewoon van te dansen. Oké, je bent wel sportief, maar die eerste stappen op de dansvloer, hoe voelde die? Heel vreemd. De eerste stap op de dansvloer waren voor mij heel vreemd. Het was volledig uit de comfortzone. Maar Margot kan dat beamen. Ja. Ja, dat was heel speciaal. Maar vandaag voelde het wel oké. Okay. Het voelde wel oké, maar we hebben wel echt hard gewerkt natuurlijk ook. Hè. Margot heeft heel, heel hard gewerkt. Dus het was heel leuk om vandaag te mogen performen wat we 6 weken lang geoefend hebben. Margot, heb je ondertussen in die 6 weken al ontdekt dat Meteoren een klein kantje heeft? Iets waar hij niet zo goed tegen kan? Ik denk... het zat hem bij de passen zat het hem een beetje in dat je echt die woede een beetje naar boven moet halen. Of woede is een groot woord, maar je moet echt heel gepassioneerd en stier echt en matador kracht naar boven halen. En daar heb ik best wel eventjes op het begin echt hard aan moeten trekken. Dus hij was heel zacht en lief zoals hij is van zichzelf. Maar daar moest meer uitkomen voor de dans. En ik denk dat daar misschien wel wat puntjes zaten van irritatie als ik elke keer weer zei... Nog een keer. En nog een keer. En nog een keer, want het is niet genoeg. Dus daar zat wel een randje, denk ik. En is het goed gekomen met de innerlijke stier? Ja, ik vind van wel. Totaal, jij? Ja, maar Margot was echt heel tevreden. Ja, ik weet niet, ik denk altijd, bij alles wat ik doe, kan ik het niet nog beter of had ik het niet nog beter kunnen doen. En ik ga daarmee stoppen vanaf nu, want blijkbaar was het wel oké. We moeten eerlijk zijn, Meteor, jij bent het gewoon om op een podium te staan. Ja. Hè? Maar hoe anders is dit nu? Want dit is een dansvloer, maar oké, er zit publiek in de zaal, maar hoe anders is, ik sta voor een uitverkochte Lotto Arena bijvoorbeeld, ja. Of ik sta hier op de dansvloer. Ja, het is heel gek, want ik ben nog maar sinds kort echt gewend aan het podium. Als zanger zijn er dan, en gevulde zalen. En hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe liever. Ik kijk echt op dat publiek. Ik vind het zo leuk om wat ik heel graag doe, te mogen delen met het publiek. Dus dat is heel leuk. En blijkbaar kijk ik op kicks ook, want ik heb me niet voor niks ingeschreven voor dit concept hier. Heel gek, want ik had eindelijk die comfortzone ontdekt bij de muziek. Ik zit daar nu echt op mijn gemak. Ik geniet daar constant van. En dan ga ik me weer engageren voor zoiets. Dus blijkbaar zit er toch iets in de Joris hier, die Meteor op zoek is naar adrenaline. En dat heb ik vandaag wel gevonden, ja. Amai mijn botten. Margot, welke dans denk jij dat Joris heel goed ligt? Welke dans? Ja, dat is een goede vraag. Welke dans Joris ligt? Dat moet ik nog zelf ook een beetje ontdekken. Dat weten we nog niet. Ik moet zeggen, ik vond sowieso eigenlijk wel de passo echt ook heel goed voor jou. Je hebt gewoon een heel krachtig lichaam zelf. Mm-hmm. Dus dat past je goed. Maar wat ik net vertelde, hij heeft dus ook een heel bubbly, vrolijk persoonlijkheid. En ik denk dat dat wel goed van pas gaat komen bij... De volgende dans? Misschien onze volgende dans? Dat kan ik niet zeggen. Of gewoon iets wat jumpy en vrolijk en happy de peppy en veel energie heeft. We onthouden vooral vandaag Happy the Peppy. Blij ei.